Hallo iedereen, welkom. Een nieuwe week, een nieuwe video. En voor degenen die het niet weten of die geen astrologie en zo verder volgen, dan zijn we eigenlijk in een heel uitzonderlijke periode terechtgekomen. Niet alleen zijn een aantal planeten, waaronder bijvoorbeeld de planeet Mars, voor de eerste keer sinds 1977 opnieuw weer in het teken van steenbok. En dat zal zo blijven nog tot 2027, dus de komende twee, dat wil zeggen 3 jaar. En wat er ook in steenbok is, is niet alleen Mars die in steenbok is. Ook de planeet Venus is in steenbok sinds 23 januari en blijft er nog tot half februari. Maar daar bovenop is sinds vandaag ook healing, omdat Mercurius in het teken van Waterman staat. Nu, ik ben geen astroloog, ik ga daar ook niet over uitweiden. Maar het belangrijkste dat je moet weten is dat tussen nu en eind februari er heel veel healing mogelijk is rond wonden die ook te maken hebben met voorouderlijke lijnen. Zeker als lichtwerkers en tweelingvlammen is het vaak zo dat we stukken op ons genomen hebben om te transformeren. Niet alleen voor ons, maar ook voor onze voorouderlijke lijn en nog ruimer voor het collectief. Dus als er bepaalde stukken zijn rond, laten we zeggen, carrière of financiën of in relatie of wat dan ook, verwacht dan een volgende level. Verwacht een verschuiving. En ik zeg bewust ook geen doorbraak, omdat wanneer je spreekt van een doorbraak, dan zou dat betekenen dat je echt vast zat. Maar het was eerder een stuk van dat de omstandigheden en de energie eigenlijk nog niet volledig optimaal was om het volledig los te laten. Dus ik wil zeggen, kijk eens ook eens wat de thema's zijn, wat dat de dingen zijn waar je tegenaan loopt sinds 2019. Dat is het thema die zich nog wel uitspeelt tot 2027 door die Waterman en Mercurius. Maar waar we nu, zeker in half februari, heel veel goede dingen zullen en mogen kunnen ervaren. Als we natuurlijk het nodige werk al gedaan hebben. Als we in staat zijn om die hogere energie al te belichamen en om het al op een nieuwe, hogere manier te gaan doen. Zo, we gaan eens zien wat dat de kaarten vandaag ons te zeggen hebben, dat de boodschap is voor vandaag. En we kregen onmiddellijk de 9 van wanden met choose your battles. Dus kies je gevechten, kies wat datgene is waar je wilt werken, wat je vooruit wenst. En versplinter je energie en dus je focus niet in 100.000 stukken, want dan ga je ook geen enkele manifestaties teweeg brengen, wat dat logisch is. Wat kregen we nog? 2 van munten met een balancing act. Dus alles gaat erover dat je leert om balans te houden, balans tussen van binnen en buiten. Maar het gaat eigenlijk verder. Het gaat over alle dualiteiten die je nog ervaart in je leven nu. Waar ervaar je tekort? En hoe kan je dan meer verbinden met overvloed? Waar voel je je afgescheiden? Waar kan je dan meer verbinden omdat je meer verbonden voelt? En zo verder. Pas het toe op jouw thema. Want hoe meer je dat gaat gaan doen, hoe meer je gaat gaan merken dat Mars en Venus, die dus nu in die bepaalde planeetstand en zodiactekens staan, dan die gaan helpen om jou ook die vruchten van je harde werk te brengen. Want uiteindelijk ben je ook een energetische lichthuis, krachthuis, een powerhouse, zoals we het in het Engels zeggen. En is alles wat je hier te doen hebt en te leren hebt, een proces van altijd maar dieper te gaan in jouw healing. Maar dieper in die zin dat je meer en meer ook weet wat het betekent om jouw authentieke zelf gewoon hier neer te zetten. En waar dat je vroeger ook daardoor de verkeerde mensen aantrok, verkeerde relaties aantrok. En met verkeerde bedoel ik niet dat je verkeerde keuze gemaakt hebt, dus dat niet. Maar wel dat je mensen aantrok die resoneerden met de energie dat jij op dat moment was. En dus gaan we mensen aantrekken vanuit onze schaduwpunten en niet vanuit onze gehele energie. En daarom is innerlijk werk ook zo belangrijk. Daarom dat ook iedereen aanraadt om te leren werken met de universele vlammen. Want dat is een nieuwe healingstool die sinds 2020 eigenlijk beschikbaar is op aarde.
waar ik over geschreven heb in mijn boek, is dat ze nee niet vlammen. En waar dat ik ook leer in het programma Universele Vlammen om mee te werken. Eens je begrijpt wat de vlammen zijn, eens dat je doorheen een aantal mentale blokkades werkt rond healing en spiritualiteit en dergelijke, waarin ik jou in meeneem doorheen het programma natuurlijk, dan ga je merken dat je echt nog meer dat krachtige powerhouse, dat energetische powerhouse wordt. Dat je echt vanuit je passie en vanuit jouw eigen authentieke energie je leven kan vormgeven. En dan ga je ook uit de dieptes van jouw gedachten komen. Ga je uit de dieptes van je schaduwen komen. Omdat je vanuit jouw wilskracht die keuze gemaakt hebt om je leven vorm te geven in lijn met je ziel. En dat is iets wat heel veel mensen ook vragen aan mij. Van, ja, maar ja, als alles voorbestemd is en als alles eigenlijk al uitgetekend is en als alles al mijn lot is, hoe ver zit het dan met je vrije wil? Dan heb je eigenlijk nog niks te kiezen en dan hoef je niks te kiezen. En het antwoord daarop is ja en nee. De grootste keuze dat we hier te maken hebben als ziel, is om of dat we onze vrije wil, dat we hier hebben op aarde, of dat we die gaan gebruiken om keuzes te maken van het... Maar ik moet plots enorm gapen. Dus om keuzes gaan maken, dat heeft ook te maken met het verder openen van de keelchakra trouwens. Maar dus of dat we die keuzes gaan maken in, vanuit onze ego, vanuit onze eigen referentiekader, wat dat sowieso beperkt is. Of wanneer dat we keuzes en beslissingen gaan maken, die weg gaan nemen, die afgestemd is op onze ziel. En daar ga je nooit het volledige pad zien, maar ga je altijd pas het eerst volgende stap zien. En hoe meer jij dat gaat gaan doen, en dat is natuurlijk een keuze dat ieder voor zich mag en moet maken, hoe meer jij dat gaat gaan doen, hoe meer kansen je gaat krijgen om de emotionele disbalans, de emotionele onvolwassenheid zelfs, in jezelf of bij anderen, maar laten we het nu voor onszelf hebben, hoe meer dat die gaat geheeld worden en hoe meer dat je ook gaat zien op welke manier dat je gedachten en je emoties, waar dat ook weer die balancing act is, die dualiteit, hoe meer dat jouw emoties en jouw gedachten uitgeleend worden met wat dat je ziel eigenlijk hier wenst te komen te leren. Maar ook opnieuw, dat is een keuze dat ieder voor zich mag en moet maken, want ook dat maakt een deel uit van de zielsgroei, van bewustwording. En daardoor krijgen we ook de doodskaart met externe verandering. En de Six of Swords omgekeerd met Trouble Ahead. Ik ga nog een kaart vragen. Want hetgeen wat ik hoor is dat, ja, wanneer dat je dus die keuze gaat gaan maken om meer en meer je leven gaan vorm te geven vanuit afstemming met je ziel, hoe meer dat je gaat jouw buitenwereld gaan zien veranderen, omdat dat een ja, ik kan nu op het woord niet komen, maar dus dat is een verandering die je niet kan vermijden. Maar dat betekent dus ook dat naarmate dat je buitenwereld verandert, dat er mensen en situaties en zelfs identiteiten van waar je dacht dat je was, of bepaalde hobby's dat je had, hoe dat je jouw kleren, welke kleren dat je aan deed of aan doet, hoe dat je eet, wat dat eet, waar dat eet, wat alles gaat onderworpen worden aan een evaluatie en alle dingen die niet meer afgestemd zijn op je ziel, die zullen moeten jouw leven eigenlijk verlaten. En dat is hetgeen wat die Trouble Ahead card wil zeggen, omdat vaak is het zo dat dan onze gedachten, dus door middel van ons ego, onze emoties natuurlijk, maar ook onze gewoonten, onze overtuigingen, onze gedachten, dat die er gaan voor zorgen dat we gaan twijfelen aan de veranderingen dat we van binnen voelen. Of dat we gaan twijfelen aan de leiding dat we krijgen van ons team, van onze ziel. Dat we gaan twijfelen aan onze eigen intuïtie. En dat is hetgeen waar dat 2024 en de komende jaren nog meer over gaat. Dat we veel meer verbinden met wie dat we zijn en met onze diepste kern. Want het is pas vanuit de verbinding met je diepste kern
dat je ook die eenheid zal gaan voelen. Die eenheid. Als je in de natuur gaat, is dat iets wat je heel gemakkelijk ook weer opnieuw kan verbinden. Als je natuurlijk in het nu bent en niet voortdurend aan het piekeren over iets in de toekomst of aan het treuren over iets in het verleden. Maar dat is iets waarin dat je die eenheid, en zeker wanneer je dat met dieren verbindt, dat je veel sneller gaat gaan voelen. En natuurlijk, Mars vraagt om vooruit te gaan. En wanneer je nog geen bepaalde strategie hebt, wanneer je nog geen bepaald doel hebt, dan ga je het gevoel hebben dat je wat doelloos aan het rondzweven bent. Dat zijn die momenten waarop je het gevoel hebt dat je in de leegte zit. Maar dat is niet erg, want ook in de leegte ontstaan er heel veel nieuwe dingen. Dat zijn de momenten waarop je met emoties kan dealen. Dat zijn momenten waarop dat je jouw gedachtenkracht eigenlijk op een positieve manier kan gebruiken. Want in een zwart gat is er niets. Er is niets en tegelijkertijd ook alles. Dus hoe meer je dat begrijpt, hoe meer dat je kan wegstappen van de dualiteit. En dus naar de wereld kijken, naar je leven kijken, vanuit die eenheid. Hoe meer dat alles op dat diep van binnenin zit en wat je nu nog geborgen houdt en verborgen houdt, hoe meer dat die naar buiten zal kunnen komen en hoe meer dat je in je eigen hoge priesteres energie gaat stappen. En dat vraagt natuurlijk van jezelf vertrouwen, want we krijgen de kaart Lacking Confidence, de Strength card. Dat vraagt vertrouwen, dat vraagt eenheid tussen de mannelijke en de vrouwelijke energie en jezelf. En dat betekent dus ook helen de stukken die te maken hebben met je eigen mannelijke energie en de stukken die te maken hebben met je eigen vrouwelijke energie. Want het is pas dan dat je ook weer die verandering gaat gaan zien als je in een diepe zielsconnectie zit. Maar weet dat alles wat jij je kan voorstellen, alles wat jij met je derde oog kan zien, of als je ogen sluit, of wat je van droomt, of wat je zelf eigenlijk ziet, wat het leven is dat je wilt gaan leven, dat dat ook de moeite is om ervoor te vechten. Dat dat de moeite is om te voor blijven gaan. En dat je onderweg, naarmate het, ik zou bijna zeggen, het najagen van die droom en dat verlangen om het in de kristal te brengen, om het te kristalliseren in het fysieke, moet je eigenlijk alle emoties die niet uitgeleend zijn en die niet representatief zijn voor die energie die die visie dat je hebt, die dromen dat je hebt, die dat leeft, die moet je eigenlijk loslaten. En dan denk ik bijvoorbeeld aan schuld en oordeel. Dat zijn heel geniepige concepten die vaak verborgen zitten en zodanig in onze kleinste hoekjes. Dat is zoals dat als je huis poetst, hè, dan heb je bijvoorbeeld de plinten en dan zijn er zo van die hoekjes waar dat stof zich altijd ophoopt en als je niet aan denkt dat je dat als je gewoon stofzuigt of er niet extra aandacht aan besteedt, dat dat blijft liggen. Maar dat is eigenlijk zoiets het beeld of een vergelijking dat je zou kunnen hebben met dergelijke emoties. Dus daarin is het belangrijk dat je naar binnen gaat en dat je trouw blijft aan die passie, dat je echt die Queen of Wands dus wordt. En dat je, ook als in dingen dat je voelt, maar dat nog nooit iemand eerder gedaan hebt, dat je daarvoor gaat. Het maakt niet uit dat als niemand jou gelooft, het gaat erover dat jij jouw visie volgt. Er is een reden waarom dat jij die visie hebt. Er is een reden waarom dat jij de eerste bent. Net hetzelfde met, als ik het heb over de universele vlammen, waarom is daar nog zo weinig over bekend? Omdat dat iets is, dat een van mijn missies was, is om dat te channelen en om dat verder door te geven, die informatie daaromtrent. Dus ja, inderdaad, daar hoor je nog niet veel van. Maar het is belangrijk dat je vertrouwt in de visie die je krijgt. Dat je de mentale zorgen, de mentale piekeringen, dat je die kan overwinnen en dat je echt in die Empress-energie staat. Dat je echt in die vrouwelijke kracht stapt, omdat je daarin gelooft. En dat je dan vanuit de verbinding met je mannelijke energie verder jouw leven vormgeeft. Want daarom krijg je ook de sterkaart met Wish Granted. Dat brengt jouw wens vervulling. En daarbij krijg je de Five of Swords met Not by the Rules. Maar waarom niet? Omdat we heel veel dingen niet meer volgens de regels gaan doen. Heel veel dingen doen we niet meer zoals mensen het ooit gedaan hebben. Nee, we doen het op nieuwe manieren. De relaties worden volgens nieuwe templates vormgegeven.
volgens de template. Ik denk dat er eigenlijk maar één template is. En dat is die van onvoorwaardelijke liefde. Maar dat vraagt om heel veel dingen los te laten. Om verwachtingen los te laten. Om gehechtheden los te laten. Om die diepe verbinding met jezelf in eerste instantie te voeden en te voelen. En van daaruit kun je dan inderdaad weer verder. Oké, we gaan eens zien welke vlammen dat er voor jullie deze week kunnen gebruikt worden. Want ik kan natuurlijk nog uren voortgaan. Maar ik probeer altijd mijn video's kort en bondig te houden. Omdat ik weet dat het niet altijd evident is. En ik wil niet dat jullie enge lange wachtenlijsten met video's hebben. Oeps, vliegt in op mijn camera. En dan hebben we Zadkiel, dus aartsengel Zadkiel en aartsengel Zapkiel. Dus een iets klein anders verschil. De ene is met een D en de andere met PH. Maar de belangrijkste boodschap is dankbaarheid en ecstasy. Ecstasy niet in de zin van drugs, maar, maar van opwinding, van enthousiasme, van passie. En de kleuren van de vlammen zijn de geel-oranje vlam en de... ja, ik was aan het twijfelen over wat kleur dat was, maar daarom vroeg ik het even aan mijn team. Het is appelblauw zeegroen, die verbonden is met de dankbaarheidskaart. Dat is ook nieuw. Voilà, dat was het voor deze video. Als je vragen hebt of je loopt ergens tegenaan, stuur mij gerust een mailtje. Dan kijken we op welke manier ik jou verder op weg kan zetten. Wil je een persoonlijke reading of een channeling of een healing, dan kan je dat reserveren via de website. Weet dat er ook een mogelijkheid bestaat om één vraag te stellen. Daar krijg je een antwoord op binnen de 48 uur per mail of via WhatsApp. En als je in een van de trajecten wilt stappen... dan ben je ook van harte welkom natuurlijk om op die manier met mij samen te werken. En jouw leven naar een hoger niveau te tillen. Voilà, dat was het. Ik wens je alvast een fantastische dag en tot de volgende.